Op dinsdag 24 augustus vond in het centrum van Ede de proloog van de internationale wielerwedstrijd CIMAC Ladies Tour plaats. In Nederland is dit de belangrijkste etappewedstrijd voor vrouwen. De proloog is een individuele tijdrit. Aan de start verschenen onder meer de Nederlandse rensters Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. De winnares van de proloog die werd verreden in Ede Centrum. Het was een mooie dag, mooie sport. Goede winnaar ook natuurlijk, die dan vervolgens tegen mij zegt dat ze een prachtig parcours vond hier. Echt onderscheidend ook natuurlijk, dat zag je wel. Men dacht, er zit een paar seconden tussen, maar je ziet toch dat ze verreweg het snelste is op een heel selectief parcours. Ja. Dadelijk plaats op de hoogste treden van de Ereplatform. Oppermachtig vandaag in de proloog. 2,4 loodzware kilometer hier door het centrum van Ede. Prachtig geworden met de rest van Marianne Vos. Met de trui uiteraard van de gemeente Ede, waar vandaag de gast zijn. Ook in 2019 waren tijdens de strijd om het Nederlands kampioenschap. Applaus nogmaals voor Marianne Vos, winnaar van de proloog van de CIMAC Ladies Tour. Marianne Vos, van harte gefeliciteerd met je overwinning. Ja, hartelijk dank. Was het een zwaar bevochten overwinning? Ja, je vocht tegen jezelf natuurlijk, maar was het zwaar? Ja, nou ja, zo'n proloog, het is natuurlijk maar kort en dan denk je van ja, 2 kilometer, hoe zwaar kan het zijn? Maar het is 3 minuten en je gaat voluit natuurlijk, vanaf de start. En ik had geen trap meer over na de finish, dus ik kon niks meer. Maar ja, dan is het wel waard geweest. Is je trouwens niet aan te zien hoor. Nee, ja, gelukkig is het een tijdje later ben je wel weer aardig hersteld. Wat verwacht je verder van deze Tour? Nou ja, het is natuurlijk heel mooi om met een overwinning te kunnen beginnen. En we hadden het doel om etappewinsten te halen met onze ploeg. En ja, als je dan zo start, dat geeft natuurlijk wel een enorme boost. En ja, we gaan er gewoon vanaf morgen weer voor. Ja, want het gaat heel, heel goed met Jumbo, hè? In Spanje ook al. Ja, nou ja, het is heel leuk als je dat natuurlijk ziet en dat motiveert elkaar wel enorm. Maar ja, je kunt ook alleen maar je best doen.